Dat doet me een beetje denken aan Europa Park. Vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rise en welkom weer bij een gloednieuw pretpark seizoen. We staan in Plopsa de Pannen en hier wordt het seizoen voor dit jaar 2024 officieel geopend. En met een parade, dat is nieuw voor dit jaar. En je ziet het achter mij, ze allemaal eens aan verzamelen. We gaan snel opstellen en dan gaan we kijken naar de parade. In deze parade lopen vrijwel alle figuren van Studio 100 lopen ermee. Die lopen een stukje door het park en dan komen ze bij een podium aan het begin van het park. Dat is ook meteen vroeg in de morgen. Dus alle kinderen kunnen direct alle figuren van Studio 100 ontmoeten hier. Je hoort er wellicht wel op de achtergrond, er wordt muziek gespeeld van Studio 100. Dus ik kan helaas niet de hele show laten zien vanwege de copyright claims en dergelijke. Maar ik moet zeggen, ze hebben het wel leuk gedaan zo. Een soort Disney in het klein is het dan, hè, met Studio 100 figuren. Ja, wat ik zeg, voor de kinderen ideaal, dan heb je niet de hele dag te gemekken naast. Ja, ik heb een buiten plop zien wat hij meteen morgen zal gezien. Als je hier naar het kinderen bent. En als je nog heel goed luistert, op de achtergrond gaat nog los hier ook. Studio 100 die house aan het maken is. Nu voor zo'n opening hebben we zeer een belangrijke persoon nodig. Gert, wie is de belangrijkste persoon hier in dit park aanwezig? Ik denk momenteel dat dat top. Geef hem een applaus, meneer de burgemeester! Het gedicht van meneer de burgemeester. Gelukkige kindjes aan de lopende band. Die zie je altijd verschijnen in Plopsaland. Ja, tegen droevige gezichtjes zeg ik dan ook stevast. Nee, mijn favoriete attractie is een propere wc. Ja, die moment. Ja, die van Leemhuizen, die is er weer wat van gemaakt. Mijn favoriete plekje is natuurlijk het Plopbos. Natuurlijk. Zal ik verder gaan? Heel graag. Dankjewel, Tomer. Vandaag open ik plechtig Plopsaland de Pannen, dus brul maar mee, zodat ze ons kunnen horen tot in Hammen. Aan iedereen die gekomen is, proficiat. Aan iedereen die niet gekomen is, proficiat. Oké, ik zie iedereen staat te popelen, we gaan er gewoon aan beginnen. Meneer de burgemeester, de sleutel is voor jou, jouw favoriete attractie. Eigenlijk geitjes in de boerderij, de diertjes. Het is een zeer speciale attractie. Gert, ben jij meer een duurder qua attracties of ben jij ook echt voor de geiten? Ik ben ook voor de geiten, maar de Ride of Happiness is mijn favoriet. Ja, dat snap ik. Iedereen komt hier ondertussen, de kiosk op. Ga allemaal dicht staan. Rond het sleutelgat. 3, 2, 1. Geniet van Plopsaland, veel plezier! Het is natuurlijk een tijdje geleden dat ik hier geweest was. En inmiddels zijn er wat nieuwe attracties, waaronder Boomba The Ride. Zoals je zag hebben we Yindi meegenomen. Dus we gaan even richting Boomba The Ride en gaan we samen met Yindi dat avontuur beleven. Ja, dat doen ze heel slim. Je gaat eerst langs de merchandising. Allemaal knuffeltjes van Boomba en speeltjes van Boomba. Als je kinderen wat ouder zijn, dan gaan ze allemaal zeggen ik wil dit, ik wil zus, ik wil zo. Gelukkig. We hebben Yindi bij ons. Dat is een heel tevreden kindje, dus die gelooft het allemaal wel. En als je door deze winkel heen gaat, dan kom je dus in een Boomba-wereld. Een soort circus tent. Met allemaal attracties. En natuurlijk hier ook een podium. Waar Boomba kan optreden uiteraard, het Boomba-theater. Eens in de zoveel tijd wordt hier een show gevoerd. Hij is al wel niet zo groot als Maya Land voor in het park, maar het is wel net zo leuk gedecoreerd moet ik zeggen. Sommige fans hebben nogal wat commentaar op de decoratie hier in Plopsa, waar allemaal hetzelfde zou zijn. Maar ja, hier in de Pannen is het natuurlijk gewoon een attractie, zelfs in Polen is het gewoon een attractie. En mensen uit Polen komen niet zo snel hier naar de Pannen en vice versa natuurlijk ook niet. Mensen die hier wonen gaan niet zo snel naar Polen om naar een pretpark te gaan. Dus dat sommige beelden hetzelfde zijn in al die parken. Daar heb ik niet zo moeite mee. Ik vind het gewoon heel leuk, mooi gedecoreerd hier. En ook hier is de ingang van Boomba The Ride, of hoe het officieel heet, op reis met Boomba.
als ooit een keer een propstaland in Engeland gaan openen, dan zou die Boomba de Ride meten. En ook hier is de wachtrij simpel, maar leuk gedecoreerd. Ja, het is ook voor kinderen, hè? Dus dan moet je ook leuk en simpel houden. Op reis met Boomba. Ik moet zeggen, Boomba doet een kunst. De scène ziet er al leuk uit. Bravo, Boomba. Een beetje als Carnaval Festival lijkt dit. Hoewel we hebben wel onboord hebben dan een stem. Boomba doet een kunst. Bravo, Boomba. Maar met Carnaval Festival reis je natuurlijk ook allerlei landen door. En it's a small world. Special effect hier. Lachen met een vuur. Dit lijkt wel heel erg op Carnaval Festival. Stukje in de sneeuw. Ik moet zeggen, ze doen het wel leuk hoor. Het is soms wel heel simpel. Hier ligt bijvoorbeeld nog een strandbalkje. Hele simpele decoratie. Het gaat naar de ruimte. Zijn. Met de boot. Nee. Met de stem. Nee. Met een raket. Hier maken ze veel gebruik van blacklight. Natuurlijk makkelijke decoratie zo, want ja, dan is het allemaal gewoon zwart. Maar voor kinderen is het ook gewoon weer prachtig dit. En ik moet zeggen, als volwassenen ook hoor. Op naar de jungle. Ja, we gaan naar de met jungle. De fiets. Oei, de jeep zit vast in de modder. Wat is er? Je moet een beetje bukken voor de apen. Oh, ze zitten vast in de modder. Hier maken ze ook weer gebruik van projecties. Ik vind wel een lege kamer dit. Een beetje heel leeg. Maar in principe gaan we nu onder water, dat is het idee. Wauw! Dat doet me een beetje denken aan Europa Park. Snorri. Snorri Tours, ja. De finale scène, het circus natuurlijk zelf, met alle artiesten staan in één keer stil. En dat is wel een bijzonder aan deze attractie, er zit ongeveer 7 meter tussen de wagentjes, zodat je elke scène alleen beleeft, zonder andere mensen ertussen. Er kunnen ongeveer 500 personen per uur erin, maar dat is teruggeschroefd naar 200 personen per uur, omdat er meer beleving is. Dat heb ik me laten vertellen net toevallig in de wachtrij. Om afscheid te nemen. Ah, het is alweer tijd om afscheid te nemen, Yandy. We lopen ook nog even over de kermis heen, want daar zijn ook een aantal dingen veranderd. Natuurlijk gewoon de reguliere onderhoud. Maar de brandweerdraaimolen die is weg, van Zamperla was die. Die is naar de sloop gegaan, dus die staat hier niet meer. Ja, en verder hebben ze gewoon hier en daar wat opgeknapt. En is natuurlijk, Samson is weg. Want Samson en Gert bestaat niet meer. Het is de dochter van Gertje. Samson en zijn dochter. Weet je toch van Gert ook alweer? Marie en Samson. Ja. Dat was hem, dankjewel. Ja, hartstikke. Ja, jij bent toch een stuk jonger dan mij, hè? Dus dan kijk je daar nog naar. Nou, Marie niet.
Ze blijven in de Park Auto Attractions een update. De achtbaan hier achter mij, dat is de Keverbaan. Die is al ook over de derde keer helemaal vernieuwd. Maar nu hebben ze een groot stationgebouw ervoor gebouwd. En ze hebben de hele trein hebben ze aangepast. Het is weer helemaal de stijl van Like Me Coaster. Ik ken het programma niet, want ik zit niet zo thuis op Studio 100 en ken net qua programma's voor de kinderen. Maar ik denk dat het een kinderprogramma is. Maar ze hebben wel goed hun best gedaan, ze hebben zelfs de hele wachtrij helemaal gethematiseerd naar dit programma. Dus ja, ik ken het zelf niet, maar ze doen het wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Autotrucks worden hier gewoon continu geüpdate. En dat is wel mooi om te zien natuurlijk. Kijk, smiddags is er ook nog een parade, maar die is net klaar. Dag Boomba, dag Piet Piraat. Ik vergelijk het iedere keer met Disney, maar dan kon dat Disney ook een eigen figuur hebben. Ik kan even 1, 2, 3 geen ander pretpark verzinnen waarbij ze populaire figuurtjes hebben. Nee, daar heb ik niet bij komen nu 1, 2, 3. Maar in elk geval, ze doen het wel goed. Want wat je bij Disney eigenlijk tekort komt, Mickey Mouse bijvoorbeeld, heb je alleen maar Mickey Mouse, moet je 80 minuten voor in de wachtrij staan. Ja, hier hebben de kinderen al genoeg de kans om hun favoriete figuren te ontmoeten. Bij Disney is dat natuurlijk wel een discussiepunt. Als je naar Disney gaat, dan wil je heel graag Mickey Mouse zien. Maar als je niet naar Mickey Mouse gaat, heb je alleen de parade waar je hem kunt tegenkomen en verder gewoon helemaal niet. En hier heb je al twee grote momenten op een dag dat je je favoriete figuur kan zien. Ten slotte doen we even een rondje happiness. Misschien wel de beste achtbaan ooit gebouwd, mensen. Er zijn maar weinig achtbanen die deze baan kunnen verslaan. De laatste keer toen ik hier was, was het nog niet helemaal klaar. Neem aan dat de mensen die deze video zien helemaal gedaan hebben, dus ook alle decoraties die hebben. Maar je ziet het. De lantaarnpalen zijn geplaatst, daar een soort fontein is geplaatst. Dat was het de laatste keer niet toen ik hier was, want toen was die spiksplinter nieuw. En ik ga hem niet alleen doen, mensen. Ik heb er eentje zo gek gekregen. Petty gaat met me mee. Ja, wat lachen. Lachen naar cameraatje. Hey! Doei! Is het is een spinning coaster en ik heb het eigenlijk niet zo heel erg op extreme spinning. Extreme spinning zelfs, ja. Kijk, het woord extreem had ik al, dus ik ga hem niet doen. Maar eerlijk, ik vond hem wel leuk. Ja, maar geen enkele achtbaan kan meer G-krachten trekken. Op een gegeven moment zie ik je maximale, want je kan geen G-krachten. Ik denk, alles tegelijk. Je gaat spinnen, shit, en het is gewoon ja, dat is het mooie. Je kan alle kanten rijden. Wij gaan ook één kant op, en dat is richting de uitgang, want dan wordt het park uitgeblazen, mensen. Het wordt in de Kelsdag weer, het gaat regenen.
Een leuke seizoensopener, plofs uit de pannen. Het hele jaar door gaat dit gebeuren met die poppen kisten, met de opening en alles wat ik net gezien heb. Ja, hij is koud. Maar in ieder geval, ze elke dag weer in stof voeren. Ze hebben personeel genoeg ervoor blijkbaar. En wat ik net allemaal vertelde, hartstikke leuk voor de kinderen en dergelijke. Ja, al met al gewoon een hele leuke toevoeging. Mensen, ik ga snel afsluiten. Tot de volgende. We zien elkaar bij een zwembad, pretpark, met zijn rode man weer dichtgepakt. Hoi, dag Indy. Slag nog.